Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de bevindingen van functionarissen over hun werkzaamheden binnen het defensieapparaat. Deze informatie verstrekt de inspecteur-generaal der strijdmachten van het ministerie van Defensie, Lea Heines Paris, vandaag tijdens een persconferentie op het ministerie. Heines Paris verklapte dat er veel inspectie en onderzoek is verricht sinds 2021. Net als wat de minister zei, ze doen hun werk. Maar de omstandigheden waaronder ze hun werkzaamheden doen, zijn niet altijd optimaal. Dus in dat kader hebben we een enquête gedaan onder de manschappen. En we zijn ook van plan om in 2022 onder het kader, de onderofficieren, een soortgelijke inspectie te doen. We hebben ook verricht een inspectie op één detacheringspost, de Afobaka. De minister gaf het ook aan in haar toespraak. Het is nodig om tot standaarden te komen hoe een detacheringspost eruit zou moeten zien. Heines Paris zegt verder dat zulke onderzoeken om de 2 jaar zullen worden uitgevoerd. Na de doorlichting op verschillende detacheringsplekken is een aantal zaken naar voren gekomen waaraan er moet worden gewerkt. Ondanks de situatie bleken ze heel gemotiveerd te zijn. En met heel veel plezier, kan je bijna zeggen, doen ze hun werk. Het leger heeft bijkans zo 20 legeringsplaatsen waar militairen gestationeerd zijn, verspreid over het hele land. We willen in 2022 ook deze gebieden, deze detacheringen aandoen. Heines Paris zegt verder dat het de bedoeling is dat er een doorlichting komt van het totaalplaatje met de mening van de leidinggevenden. Alle krijgsmachtsdelen zijn al in kaart gebracht, omdat het belangrijk is te weten waar er verandering moet komen om de organisatie gezonder te maken en te laten groeien.